Oh, zo jammer. Ik had gisteren in de auto iets voor je opgenomen. Ik zat op dat moment zelf behoorlijk vast in mijn hoofd. En ik kon eigenlijk helemaal niet genieten van het moment. En ik deed iets wat me onmiddellijk hielp, waarvan ik dacht, nou, dat moet jij ook weten. Misschien helpt het jou ook. Dus ik heb in de auto ter plekke gewoon met mijn telefoon een podcast opgenomen. En ik had de hele handel ook al op YouTube gezet en nou ja, op andere kanalen. Want ik ging het afluisteren via mijn telefoon en de kwaliteit was gewoon acceptabel. Maar nou hoor ik het op YouTube en nou, het is echt verschrikkelijk. Het is echt, het is niet te beluisteren. Dus ik doe hem even opnieuw. Heel misschien heb je hem al voorbij zien komen. Nou, weet dus, hij is eraf en dit is de nieuwe. Ik probeer het even terug te halen. Ik was gisteren om 3 uur, was ik klaar met de gesprekken. En ik had voor de rest van de dag geen afspraken meer. En de zon scheen, het was 23 graden. Ik stapte in de auto, ging even boodschappen doen. En ik dacht bij mezelf van, oh heerlijk, ik ben vrij. En ik heb morgen ook een hele dag vrij gepland om te doen wat ik wil aan mijn praktijk. Dus lekker even bezig met mijn online programma. Lekker buiten in de zon wanneer ik dat maar wil. En tussendoor misschien even naar de intratuin. Maar ik voelde het niet. Hè, dit is gewoon de vrijheid die ik graag wil. En ook nog dat de zon scheen, wat ik gewoon ook heel erg fijn vind. Maar ik voelde me totaal niet ontspannen. Terwijl eigenlijk alles op groen stond qua licht om me ontspannen te voelen. Ik vond het zo irritant. Ik dacht, ik rij hier en ik voel die zon, maar ja, er is iets. Nou, wat ik toen ben gaan doen, en ik hoop dat het jou ook helpt als je het herkent dat je vastzit in je hoofd, is mezelf vragen stellen. Ten eerste, ik voelde heel erg van, ik kan niet bij mijn gevoel komen. Ik voel gewoon niet zo goed. Dus ik ben mezelf een vraag gaan stellen over, kan niet bij je gevoel komen. Klopt dat eigenlijk wel? Is dat waar? Nou, toen zei ik eigenlijk, of zei ik, zei het niet hardop. Niet trouwens, ik zei het wel hardop, want ik zei het in mijn telefoon. Maar zo van, is het werkelijk waar dat ik niet kan voelen? Dat dacht ik, jawel, ik kan wel voelen. Ik kan het eigenlijk doorvragen. Ik zit in mijn hoofd. Ik voelde al meteen, ik ben heel erg aan het denken. Waardoor ik rij hier wel en ik zie wel dingen, maar het komt niet binnen. Dus ik kan eigenlijk geen contact maken met met het moment. Dat was eigenlijk meer aan de hand. Wat ik toen heb gedaan, is het volgende. Ik ben de auto uitgestapt en ik ben gewoon om me heen gaan kijken. Nou, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat zie ik om me heen? Eigenlijk zet je op dat moment je zintuigen bewust aan. Tuurlijk, die zintuigen die doen het de hele tijd. Maar je bent je er niet van bewust. En eigenlijk een van de manieren om uit je hoofd te komen is om te gaan ervaren. En dat doe je met je zintuigen. Dus nogmaals, ik stapte uit de auto en ik keek om me heen. En ik ga dan gewoon rustig lopen. En dan vertraag ik eigenlijk ook mijn tempo. En dan merk ik vaak al dat de stress, zeg maar, die dan toch in mijn lichaam zit. Of dat nou positief of negatief is. Dat gaat langzaam uit je lichaam. Dus langzaam lopen. Maar ik ging ook ruiken van, goh, hoe ruikt het eigenlijk buiten? Dus dan zet je je zintuigen de neus aan, om het zo te zeggen. En ik luisterde naar de geluiden. Dus dan, nou ja, dan je zintuigen, je oren zet je eigenlijk als het ware aan. En zo doe je dat met al je zintuigen. Ook bijvoorbeeld je huid. Hè? Dat je echt bewust bent van de zon die op je huid brandt en hoe warm dat is. En je merkt meteen, tenminste bij mij werkt het heel goed, dat je op dat moment veel meer voelt. Dus de tip voor jou, dit kun je overal doen. Of je nou op kantoor zit, of in een fabriek werkt, of vrij bent, of op vakantie bent en je voelt, ik kan niet echt contact maken met mijn gevoel. Ik ben er wel, maar ik geniet er niet van. Zet al je zintuigen aan. Dus begin bijvoorbeeld met je ogen. Kijk om je heen. Wat zie je eigenlijk allemaal? Dus ga gewoon kijken. En op een gegeven moment zie je bijvoorbeeld een hondje lopen of je ziet kinderen spelen. En kijk gewoon goed naar wat je werkelijk ziet. Vervolgens ruiken. Het klinkt een beetje gek, maar alles ruikt anders. Als je buiten bent, heb je een andere geur. Als het geregend heeft, bijvoorbeeld, heeft het wegdek een andere geur. Dus ruik wat je op dat moment ruikt. En vervolgens je huid. Dus is het koud, is het warm, is het vochtig in de lucht, is het droog in de lucht? Ik zit even te denken, heb ik dan, oh ja, je mond, hè, proeven zou je kunnen doen. Dus nou, wat ook vaak helpt, dat deed ik wel op kantoor als ik echt heel hyper was, bijvoorbeeld heel enthousiast over iets en niet meer uit mijn hoofd kwam. Dan ging ik even thee halen en dan ging ik achterover in mijn stoel zitten en dan ging ik rustig
echt dat hele kopje thee rustig opdrinken en een beetje naar buiten staren. En dan kwam ik weer tot op aarde, zullen we maar zeggen. En wat ik ook wel eens deed, is gewoon het raam opengooien. Doe ik vaak ook als ik op kantoor zit. Ik gooi het raam open en dan hoor je de geluidjes van buiten. Je voelt de wind. Dan, ja, het klinkt een beetje zweverig als ik het zeg. Maar dan maak je eigenlijk meer verbinding met nou ja, wat er op dat moment gaande is. En wat ik gisteren eigenlijk ook vertelde, wat mij in elk geval enorm goed helpt. Ik ben nadat ik boodschappen heb gedaan, ben ik even in de tuin gaan werken. Dat is eigenlijk letterlijk en figuurlijk aarde. Dus even lekker onkruid trekken. Ja, heel veel mensen verklaren me voor gek, maar ik kan daar echt ontspannen van worden. De dingen met mijn handen doen. En daarna even de was opvouwen. En ja, dan ben je echt bezig met het moment. En vooral in de tuin, lekker buiten. En er kwam een kat van de buren, die kwam gezellig naast me zitten. En ik merkte gewoon dat ik vertraagde en dat ik van het moment ging genieten. Ik voelde die zon en ik voelde de vrijheid. En dat hielp mij heel erg. Dus ik hoop dat jij hier ook iets aan hebt. Op het moment dat je vastzit in je gevoel, zet al je zintuigen aan. En gooi het raam open of ga naar buiten en luister en voel wat er om je heen gebeurt. Of pak even wat te drinken en ga echt achteruit zitten en alleen maar bezig zijn met het drinken. Nou is één ding nog wel een gevaar in die zin. Als je dus gaat zitten met dat drinken, kan het zijn dat je gedachten alle kanten op gaan dwarrelen. Probeer dan ook je andere zintuigen in te zetten. Dus door bijvoorbeeld te gaan staan bij het raam en te kijken wat er buiten gebeurt. Nou, ik ga opnieuw de hele handel weer uploaden. Dus altijd een heel karwei. Dus nou, ik weet nu, bezin eerder begint is het geloof ik. Hè? Dus voortaan ga ik even wat beter de kwaliteit checken. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag. En mocht je hier iets aan hebben en denken dat andere mensen hier ook iets aan hebben, ik zou het heel erg waarderen als je het deelt via je social media kanalen. Fijne dag en tot de volgende keer.